Heb je genoten? Ja, enorm. Echt geweldige wedstrijd. Echt een geweldige wedstrijd. De spanning zat natuurlijk wel op in het begin, maar hebben die jongens eigenlijk vrij snel van zich afgegooid. We hebben het initiatief gepakt, we hebben gedurfd om te voetballen van achteruit. Kansen gecreëerd, als team gespeeld vooral, binnen onze taken. Iedereen heeft dat eigenlijk de hele wedstrijd uitgevoerd. Wilden jullie heel erg graag snel een doelpunt maken, ja. Bal op de paal? Het was heel belangrijk om snel een doelpunt te maken. En dan kunnen we de wedstrijd rusten, gewoon rust spelen. Alleen het duurde even voordat het doelpunt viel, hè? Ja, het duurde tweede helft. Want Memphis, hij komt gelijk de tweede doelpunt daarna. Ik train er veel op en ik hoorde Genie in mijn rug schieten. Dus ik dacht, ik probeer het maar. Ging er fantastisch in. Ja. Was ook op het juiste moment, had ik het gevoel. Ja, het maakte wel iets los. Ook bij het publiek en ook bij de teamgenoten. Want we hebben een aantal kansen gekregen, en die hebben we niet gescoord. Dus het mag wel iets los en meer rust. Vooral die eerste goal valt op een heel goed moment. Waar we net misschien niet de beste fase van de wedstrijd even een paar minuten hadden. Ja, dan heb je een individuele kwaliteit waardoor je de 1-0 maakt. Nou, dat is lekker. Ja, inderdaad. Ik denk dat we na die goal iets meer grip op de wedstrijd kregen weer. En dat wij weer het initiatief hadden. En dan scoren we een 2-0 en dan is het eigenlijk over. En de club mag trots zijn, zeg maar, op het feit dat het doelpunten uit eigen opleiding zijn. Ja, zeker. En ook een geweldige rush van Joshua en de voorzet op Jurgen. Is dat een kwestie van ingespeeld zijn op elkaar? Jullie kennen elkaar uit die jeugdopleiding, hè? Joshua, Brenet en jij. Ja, hij weet wel hoe ik loop en ik weet hoe hij rent, hoe hij ballen kan geven. En ik denk dat we veel van elkaar weten, kwaliteit van elkaar weten. Ik denk voor ons het elftal, het team, de jonge jongens, de wisselwerking met onze fans, het publiek. Geweldige avond. Je kreeg staande ovatie, hè? Ja, ik heb dat ook gezien. Ik was wel blij. Ja. Wat voel je dan als je dan van het veld loopt? Ik was gewoon blij. Ik kijk gewoon naar het publiek zo. Klappen. Ik was gewoon blij. Ik weet wel wat de potentie van het team is. Je weet alleen nog niet hoe ze met een echte belangrijke wedstrijd omgaan. En hoe ze het kunnen volhouden. Dat je niet aan het eind van de wedstrijd, omdat je het gevoel hebt dat je de wedstrijd in handen hebt, dat je dan wat makkelijk of wat nonchalant wordt. En ja, ik moet zeggen dat daarin hebben ze me wel positief verrast, de jongens. En ik hoop dat ze dat vast kunnen houden. Wat heb je een topweek achter de rug, denk ik? Ja, zeker. Vooral een spannende week met de bevalling. Dat duurde lang. En vandaag een goaltje gewonnen. Ik denk dat het een goede stap is. Het is natuurlijk de eerste wedstrijd. Dus we moeten niet nu gaan denken dat we de return even makkelijk gaan winnen. Nee, zo gaat dat niet. We focussen ons nu op de tweede wedstrijd. En dat is eerst ADO uit. En ja, zo gaan we bouwen. En we hebben een jong team, maar ik denk dat we wel volwassen keuzes maken in het veld. Je zult lekker slapen, denk ik, de komende nacht. Nou, dat weet ik niet. De kleine helpt best wel veel s'nachts. Dus. Maar dat kun je wel hebben nu. Ja, wel, nu wel, ja.